Hoi allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe met je Rainbow Loom deze minion kunt maken. Ik heb hem zelf ontworpen. Omdat ik niet zo'n leuke figuurtjes kon vinden. En hij is heel goed gelukt. Laten we beginnen. De middelste rij steekt iets uit ten opzichte van de andere rijen. En de pijl wijst van je af. Pak twee gele bandjes en plaats die van de middelspion naar links. En duw het naar beneden. Pak nog een keer twee gele bandjes. Zo. In plaats van de middelspion naar voren. En duw dat naar beneden. En als laatste twee gele bandjes van de middelspion naar rechts. En duw dat naar beneden. Dit is wat je nu moet hebben. Nu gaan we links met telkens twee bandjes tegelijk vier keer naar beneden. Dus 1, 2, 3 en als laatste 4. En duw het allemaal een klein beetje naar beneden. Ik ga een middelstrijd doen. Maar omdat ik een oog ga maken, net als wat ik hier heb gedaan, van elastiekjes. Omdat niet iedereen zo'n knoopje in huis heeft, wat ze in de meeste video's doen wat betreft het maken van zo'n minion. En daarom ga ik het van elastiekjes doen. Maar je kunt het ook met een knoopje doen. Maar ik ga vandaag laten zien hoe je het met elastiekjes kunt doen. Dan gaan we voorgaan 1 wit bandje van de middelspion bij de middelste rij naar voren plaatsen. Dan 4 witte bandjes boven elkaar van die pion. 4 witte bandjes boven elkaar naar voren. Zo. En nu nog 2 keer met 2 gele bandjes naar voren. Dus 1. En nu de laatste rij, de rechterrij. Pak weer. We gaan nu telkens weer met 2 gele bandjes 4 keer naar voren. Dus 1. 2. 3. De laatste is 4. Nu gaan we aan bij de linkerrij met 2 blauwe bandjes tegelijk. Dan gaan we bij de linkerrij 4 keer naar beneden. Dus met 2 blauwe bandjes. Met 2 blauwe bandjes gaan we hier 4 keer naar beneden. Dus 1. 2. Ja, het is een beetje moeilijk om te pakken, maar het is 3 en 4. Nu doen we bij de middelste rij hetzelfde met 2 blauwe bandjes tegelijk, alleen dan 3 keer naar voren. Dus 1, 2 en de laatste is 3. Bij de rechter rij gaan we met 2 bandjes tegelijk 4 keer naar beneden. Dus 1, 2 3
Oh, we hadden 3 bandjes. En dit is 4. Zo ziet het er nu uit. Nu gaan we over deze pionnen gaan we 1 geel elastiekje, een enkel geel elastiekje met een zwart elastiekje eromheen gewikkeld. En dat doen we door een zwart elastiekje te pakken. Zet je op je haaknaald. We gaan nu 4 ringetjes maken. Dit is 1, 2, 3 en de laatste is 4. Pak nu een enkel geel elastiekje. Zet op je haaknaald. Rek hem uit. Breng die 4 ringetjes over dat enkele gele elastiekje. Dus zo. En nu plaatsen we de ene kant van het elastiekje hier. En de andere kant van het elastiekje tegenover. En in het midden, en deze doe je een beetje mooi naar het midden. En hieronder zitten die 4 witte bandjes. Nu gaan we nog omgekeerde driehoeken plaatsen. En dat doen we met 2 bandjes tegelijk. We beginnen onderaan en plaatsen we het eerste omgekeerde driehoek met 2 bandjes tegelijk in blauw op deze pionnen. We doen het nog een keer daaronder met 2 blauwe bandjes. Dan doen we nog een keer. En nog een keer. Nu gaan we over in 2 gele bandjes. Doen we het hier zo nog een keer. Hier maken we een omgekeerd driehoek. Hier maken we een omgekeerd driehoek. En het laatste omgekeerde driehoek gaat op deze pionnen. Nu gaan we beginnen met haken en daarvoor draaien we eerst om, zodat de rode pijl naar je toe wijst. Pak je haaknaald, steek in dit driehoek. We gaan beginnen met de linkerrij, dus pak de 2 blauwe bandjes en breng die naar voren. Steek hier in alle bandjes en pak de onderste 2 blauwe bandjes. Breng die naar voren. Hier steek je in onderste blauwe bandjes. Naar voren. Zo raak je helemaal door. Duw naar achteren. Onderste 2 bandjes naar voren. Doe alles naar achteren. Onderste 2 bandjes naar voren. Alles naar achteren. Onderste 2 bandjes naar voren. Onderste 2 bandjes naar de middelste pion. Terug naar het begin. We gaan de middelste rij haken. Hier hoeven we niks naar achteren te duwen. Dus we kunnen gewoon deze 2 blauwe bandjes pakken en naar voren brengen. En hier hoeven we ook niks naar achteren te duwen. En dus we brengen het gewoon naar voren. In de middelste rij hoeven we niks naar achter te duwen. Dus we kunnen gewoon alles naar voren brengen. Nu kom je aan bij de 4 witte bandjes. Ik doe ze als het lukt allemaal tegelijk. En als dat niet lukt, dan moet je ze een beetje om ze te beurt te doen, maar ik probeer ze alle 4 tegelijk naar voren te brengen.
En het is gelukt. Check even of je ze wel al 4 naar voren hebt gebracht. Want als je het niet hebt gedaan, kun je straks weer overnieuw. En dat zou zonde zijn. Steek hierin. Hier moet je het wel een beetje naar achter duwen. Pak het enkele witte elastiekje en breng die naar voren. En als laatste deze 2 gele bandjes naar voren. Weer helemaal terug hierheen. We gaan naar rechterrij. Duw 3 naar achteren. Pak de 2 onderste 2 blauwe bandjes. Breng die naar voren. Duw alles naar achteren. Onderste 2 blauwe bandjes naar voren. Alles naar achteren. Onderste 2 naar voren. Aangekomen bij dit pinnetje, pak deze 2 gele bandjes en breng ze naar het midden. Ik pak nu even een lange haaknaald, want hier zit een haakgrip op, dus die kan ik hier niet zo goed doorheen steken. Ik ga het even doen met mijn metalen haaknaald. Steek in deze laatste pion. Steek onder alle bandjes door. Heel belangrijk dat je dat wel doet. Pak 1 enkel geel elastiekje. Zet het op je haaknaald. En trek hem er door alle bandjes heen. Zet het andere uiteinde van het elastiekje ook op je haaknaald. En haal de achterste over de voorste en over je haaknaald heen. Trek het een beetje aan, zodat het een mooi knoopje heeft gevormd. Nu kunnen we alles eraf trekken. Doe het voorzichtig, doe het met je haaknaald. Ik doe het met mijn achterkant van mijn haaknaald. Want mijn haaknaald zelf blijft tot het haken. En bij de laatste pion hier zitten heel veel bandjes op. Doe dit een beetje voorzichtig. Zo komt hij er vanaf. Het lijkt er nog niet echt op. Rek hem een beetje uit. Breng hem een beetje in vorm. Doe dit zwarte elastiekje hier een beetje naar buiten. Trek dit lusje nog even aan. Zo. Voor het brilletje hier zo. Dit is voor dit zwarte elastiekje. Ik ga dat zwarte elastiekje nu plaatsen. We doen dit met 2 enkele zwarte elastiekjes. Ja, doen we er doorheen. En zet deze 2 elastiekjes op je haaknaald. Nu haal je de achterste over de voorste en trek je het aan. Dan heb je hier zo'n knoopje. Nu steek je helemaal onder het oog door. Van de Minion. Dat is nog een heel gepruts. Maar ik laat het jullie maar gewoon even zien, want bij mijn vorige duurde het ook heel lang. Hij zit er zo goed als onderdoor. Zet het zwarte elastiekje op je haaknaald en trek hem er doorheen. Zover zodat het knoopje
onder het oog zit. Zo, het zit bij mij nu wel een beetje goed. Nu pak je deze twee uiteindes, ga je naar de achterkant, pak je die samen aan de achterkant, zet je op je vinger, pak dan een CFS clip en zet die erop. Zo, voor het zilveren randje om de bril, pak je nog één zilver of grijs, als je dat niet hebt, een zwart elastiekje. Pak die, zet die om het oog heen. Truimenslag zetten we nog een keer op. Doe hem dan een beetje naar achteren. Zo, omdat ik één nog niet genoeg vind, doe ik er nog één. Dat hoeft niet. Zet ik er ook weer op. Draai ik hem een slag en zet ik hem er nog een keer op. Nu ga ik nog een mondje laten zien hoe je dit mondje kunt maken. Deze, alleen dat hoeft niet, maar ik ga het nu wel even laten zien. Steek je haaknaald aan de onderkant erin, zodat die boven eruit komt. Dan steek je hier, wacht. Ja, steek aan de andere kant weer naar onderen. Zo, nu pak je nog één enkel zwart elastiekje. Zit je op je haaknaald. En trek die er doorheen. Ga nu naar de achterkant. En pak beide elastiekjes even op je vingers. Pak nog één CFS clip en zet die erop. Oh, er schoot één elastiekje uit. Wacht. Ja, hij zit erin. Zo, ik breng het laatste nog even in vorm. Dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!